In deze houthoek gaan we eens rondkijken, in ons eigen lichaam. En ook daarvoor kun je terecht op internet. En daarbij gebruiken we de gratis versie van BioDigital Human. Hier vind je allerlei informatie over je hele lijf, botjes, spieren, organen enzovoort. Op een eenvoudige manier kun je navigeren en systemen bekijken. We nemen een kijkje in deze houthoek. Je surft naar biodigital.com. Hier klik je op de knop Individuals Start Now. Vervolgens moet je je eerst registreren, anders kom je niet verder. Je vult je gegevens in en bevestigt deze door op de rode knop te klikken. Bedenk wel dat je hiermee akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. Je krijgt een code toegestuurd naar je e-mailadres en deze moet je hier invullen. Daarna krijg je de vraag hoe je BioDigital Human wilt gaan gebruiken. Kies hier For Myself, zodat je er gratis gebruik van kunt maken. Daarna moet je nog aangeven hoe je het wilt gebruiken. Kies For Other en vul maar iets in. Je krijgt een rondleiding die je eventueel in een aantal stappen kunt bekijken. Op de startpagina vind je het zoekvak en daaronder een aantal categorieën, waaronder een aantal anatomische quizzen. Interessant is de knop Explore. Als je de muisaanwijzer hierboven plaatst, zie je een onderverdeling in onder andere anatomie en specials. Als je erop klikt, zie je alle mogelijke onderwerpen, ook weer verdeeld in groepen. Je kunt hier ook zoeken of filteren, bijvoorbeeld op anatomie. Her en der wordt aangegeven hoe het onderwerp wordt getoond, bijvoorbeeld quiz, tour of met animatie. Als je de muisaanwijzer boven een onderwerp zet, kun je via View het gekozen onderdeel verder bekijken, bijvoorbeeld een animatie. Ik ga nu wat nader in op de mogelijkheid eigen items te maken en te bewaren. Maar dit is slechts een klein voorbeeld van de uitgebreide mogelijkheden. Via de pijl kun je onderdelen laten benoemen door erop te klikken. Meer info krijg je via Read More. Wellicht een nadeel dat de tekst in het Engels is, maar uit de afbeeldingen wordt ook heel veel duidelijk. Via het potlood kun je zelf aanpassingen doen. Hier kun je bijvoorbeeld meer labels toevoegen. Klik op het onderdeel waaraan je een label wilt toevoegen. En door op een label te klikken kun je bijvoorbeeld de tekst aanpassen. Via Save kun je je eigen model bewaren. Door op deze knop te klikken, keer je terug naar de startpagina. In My Library vind je je bewaarde items terug. In de gratis versie kun je maximaal 5 items bewaren. En er zijn nog veel meer mogelijkheden. Te veel om op te noemen. En ook om in één keer te bekijken. Je kunt namelijk maximaal 10 3D-modellen bekijken. Anders moet je upgraden. Je ziet dat dit $20 per jaar is. Tot slot, via je account kun je naar de settings. Hier kun je eventueel je account verwijderen. Tot zover deze how-to over BioDigital Human.